Nou, dat was Christian, een ambitieus jongen, vol met dromen. Ontzettend. Van harte welkom, Esther van Rooyen van de Voor Mekaar Makerij. Nou, dan komt zo'n jongen bij jou binnen, en wat zeg jij dan? Nou, dan zeg ik in eerste instantie, wat leuk dat jij je dromen voor elkaar maakt. Omdat wat je ziet om je heen is dat mensen dat soms best lastig vinden in de waan van de dag. En prioriteitenlijstjes die vollopen met dingen die ze moeten doen. Dus hij is eigenlijk een mooi voorbeeld van iemand die misschien wel al in de voor elkaar makerij is geweest. Omdat wij mensen aanzetten tot dromen. En niet alleen tot dromen, maar ook om die voor elkaar te maken. Ja, dus die makerij wil dan zeggen dat jij iemand tools aanreikt om die droom om te zetten in een stukje realiteit, in dus een onderneming. Ja, absoluut. Hoe ben je dat dan begonnen? En je doet het trouwens niet alleen, hè? Nee, de voor elkaar makerij is direct zeg maar het voor elkaar. Dus ik doe het samen met Harriet Walinga, een onwijs toffe meid die net als ik gelooft in dat als je in beweging komt, dat dan dingen voor elkaar, dat dingen dan lukken. En eigenlijk is het ontstaan vanuit mijzelf toen ik een 3-daags ontmoetingsprogramma organiseerde in Amsterdam. En toen dacht ik, ja, ben ik zenuwachtig? Toen dacht ik, nee, ik ben helemaal niet zenuwachtig. Het komt wel goed. Maar tegelijkertijd dacht ik, het is tijd voor iets nieuws. Je miste de thrill. Ik ben gewoon wel iemand die eigenlijk wel steeds nieuwe dingen wil doen. Ik wilde weer opnieuw gaan dromen en dacht, ja, wat is daarvoor nodig? Ik dacht, nou, tijd. Ik moet mezelf weer een soort resetten, zoals je dat ook wel eens doet met apparaten. En ik heb iemand nodig die mij opnieuw aanzet en nieuwe mogelijkheden laat zien. En dat was letterlijk Harriet. 21 november. Die mensen zitten bij elkaar. Ze raken allemaal geïnspireerd. Je geeft ze dat setje. En dan, wanneer is het dan geslaagd? Ook voor jou? Nou, voor mij is het geslaagd als... En je hoort niet altijd alles terug. Maar ik hoor wel regelmatig van mensen terug wat ze hebben gedaan. En het is geslaagd als mensen het aan het doen zijn. En zo is iemand die nu bezig is met een internationaal platform op te zetten voor religieus erfgoed. Ontzettend veel kerken die leegstaan, zowel in Nederland als in Europa. En hij is bezig om een internationaal platform op te zetten, mensen bij elkaar te brengen. En hij is in de voor elkaar makerij geweest. En je ziet dat hij een enorme boost aan het maken is, een enorme flow zit, met mensen af aan het spreken en het staat al bijna. Wat ontzettend leuk is aan jou, want we gaan het gesprek beëindigen, want jij kan nog uren doorpraten. De bevlogenheid, de energie en de passie, die breng je op mij in ieder geval 100% over. Heel veel succes en dankjewel. Tot ziens. Dankjewel.